Goedenavond, welkom op deze laatste webinar van dit jaar. Dan hebben we een weekje vakantie en volgend jaar zult u ons weer zien. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart met Skyworld Community. En sinds 2020 ben ik samen met een paar anderen de leiders van Nederland. Ik ga u de laatste updates geven. Maar voordat ik dat ga doen, eerst even... Wat is er allemaal in de wereld gebeurd? Er gebeurt heel veel wat milieuvervuiling betreft. En dan is er een man die heeft dat al jaren teruggezien en die wilde er wat aan doen. En die heeft wat dingen ontwikkeld, zoals een nieuwe manier van vervoer. Dan hoeft er op de grond geen wegdek gemaakt te worden, maar kan het volstaan worden met palen in de grond. En dan het vervoer een niveau hoger. En dat zal heel veel schelen in de dieren die niet meer doodgereden worden. Maar ook in planten die kunnen blijven groeien. En er wordt geen gevaarlijke stoffen uitgestoten. Dat wil zeggen dat het ook goed is voor het milieu. Dat was de heer Anatoly Janinsky. En hij heeft deze oplossing. Hier zie je een station links en daarboven en onder wagons. En dat is een nieuwe manier van vervoer. Ze kunnen hun eigen energie opwekken. En dat wil zeggen dat het makkelijker vervoeren is. Niemand hoeft meer een eigen auto voor de deur te hebben. En het is heel licht in gewicht en snel in vervoer van A naar B. En geen files meer. Dit is, linksonder zie je zijn eerste ontwerp. De vrachtauto die hij gemaakt heeft met ijzeren wielen. En die heeft hij de allereerste keer getest op een railbaan of dat het lukte. En 40 jaar later, 42 jaar later, is er linksboven zijn laatste model, de High Speed Unibus. En die heeft een snelheid van 500 kilometer of meer per uur. Het bedrijf van Anatoly Janinsky heet Janinsky String Technologie. En wij als Skyworld Community zorgen ervoor dat wij investeringen aantrekken voor mensen. En als tegenprestatie krijgt men... comforteerbare aandelen, dus opties op toekomstige aandelen, mochten ze naar de beurs gaan. Dit heet een comforteerbare lening. En deze lening kan omgezet worden naar aandelen in een bedrijf bij een beursgang. Er zijn sinds kort, hebben ze officieel drie nieuwe, de structuur veranderd, aangepast, officieeler gemaakt. En dat is U-String technologie. En die is voor de transportoplossing en voor de infrastructuurcomplexen. Dan heb je de ETP, Ecotechno Park. En dat zijn de parken voor het testen. En de ETP is in Belarus. En het U-Sky is in warm klimaat in de Verenigde Arabische Emiraten. Men gaat ook verschillende onderdelen gaat men uitsplitsen. Dan zie je dat de energie linksboven, rechts de vruchtbare grond voor de landbouw, links lineaire cities en rechts het transport. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste pijlers. En men gaat ook de kleuren makkelijker aanpassen, dat men meteen kan zien in de toekomst. Nu moeten we even wennen, maar in de toekomst dat je kunt zien dat de verschillende kleuren waar het over gaat, of dat het over de investeringskant gaat, de educatieve kant of de sociale kant. En dit zijn de modellen van vervoer die men heeft ontwikkeld. Dit zijn de passagiersvervoermodellen. En die kunnen tot 150 km per uur aan snelheid halen. En in het midden komen hier zo meteen de industriemodellen. En die kunnen tussen de 90 en 120 km per uur halen. Ik ga ze straks nog iets verder uitdiepen voor u. Eerst even wat anders. Want nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja maar... ik heb daar al veel meer gezien. En dat klopt, in Duitsland, maar ook in China, hebben ze ook wagons waar aan de bovenkant wielen zitten. Maar dat is hetzelfde, maar anders als wij hebben. Want zij hebben de tram en daar hebben ze gewoon aan de bovenkant wielen gemaakt. Wij hebben een wagon en die is energiezuinig, energie-neutraal. Die wekt zijn eigen energie op. Dat doen deze niet. Maar verder lijkt het wel op elkaar, dat klopt. Onze aanleg is ook goedkoper, trouwens. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar de kabelbaan is in die sneeuwgebieden al heel lang. Dat klopt, een kabelbaan, dat zegt het al. Sorry.
De kabelbaan die trekt een wagon voort. Die kan nooit een hoge snelheid halen en zelf van de ene stad naar de andere over honderden kilometers vervoeren. Dat is gewoon een beperkt aantal kilometers dat zo'n kabelbaan kan doen. Dus ook weer heel anders. Als wij gaan bouwen, dan gaat dat op een andere manier. Normaal is het, dan gaat men van A naar B, gaat men het wegdek glad maken. Dus de dieren die er leven, die moeten ergens anders heen. Wij gaan het wegdek niet glad maken. Bij ons blijven de dieren op zijn plek en er worden pilaren gezet. En dat noemt men een wegbedding naar het tweede niveau. Dan kan ook zware grondwerk kan vermeden worden. En dan gaan daarna, als die pilaren staan, kunnen ze van pilaar naar pilaar een kabel trekken. Deze pilaren kunnen dichter bij elkaar of verder van elkaar staan. Het ligt eraan wat voor model er gebruikt gaat worden. En dan, als zo'n kabel getrokken is, dan wordt hij aan de uiteinde in het station bevestigd. En dan kan men het op spanning zetten. En dat is hetzelfde als dat je ziet bij een gitaar. Wordt ook een snaar getrokken en die wordt aan het uiteinde ook op spanning gezet. Wel een beetje anders, maar zoiets moet je voorstellen, maar dan in het heel groot. En als zo'n kabel omhuld wordt met een hard omhulsel, dan krijg je een hele specifieke spoorstructuur. En dan hoeven er geen lange treinen overheen die op een bepaald punt te veel belasten. Als je dan de trein in stukjes hakt, dan krijg je telkens kleine compartimenten. En die verdelen de druk ook op een rail. En dan kan men een veel lichtere rail gebruiken. En hier zie je linksboven de foto's dat de wielen, die zit geen band omheen zoals bij auto's, maar het is staal. En door de staal op staalwrijving wordt er veel minder energie verbruikt. En natuurlijk ook weer de luchtkwaliteit, want banden geven ook iets af wat niet goed is voor de luchtkwaliteit. En de voorgespannen draden die liggen in die buis waar de wielen op staan. En zo worden ze ook beschermd tegen zware weersomstandigheden. En dat zie je rechts op de foto. Dan zie je die snaren in een materiaal liggen. En dat is een polymeeroplossing. En die zorgt ervoor dat er geen roestvorming kan ontstaan. En ook de ontsporing, dat is geregeld, want in de oranje rondjes, daar zit het ontsporingssysteem, zodat de wielen aan de bovenkant niet van de rail af kunnen gaan. En in het midden zie je in het echt wat men gebouwd heeft, hoe het in het echt eruit ziet, onder de kap van de motor. Maar ook het energieverbruik hebben ze nog veel en veel beter kunnen verbeteren. Want bij een auto krijg je aan de achterkant van een auto een werveling. Dat noemen ze de aerodynamische weerstand tegen de lucht. En omdat dat bij ons bij het rechterplaatje niet is bij de U-fles, dan wordt de werveling achter zorgt dat de wagon de snelheid kan blijven behouden. Want bij de auto, door die werveling, wordt de snelheid eigenlijk een beetje nadelig beïnvloed. En hiermee bereiken ze dat er een beter leefmilieu is voor dieren en ook het transport versneld kan worden. Er zullen geen files meer zijn. En alles is geïnspireerd en ook georiënteerd op groene energie. Hiervoor moeten mensen opnieuw opgeleid worden, want dit is iets nieuws. En daarvoor hebben ze opleidingscentra ontwikkeld bij universiteiten. En inmiddels zijn daar ook studenten al afgestudeerd. En rechtsonder zie je een plaatje van studenten die in het Ecotechnopark in Bel Sharia zijn. En die zijn daar aan het kijken hoe het werkt en krijgen ze er les in. Wat is er ontwikkeld? Er zijn drie verschillende spoorstructuren. De bovenste is de doorhangende, zachte spoorstructuur. En de middelste is de enkele en de onderste is de dubbele spoorstructuur. Elk heeft zijn eigen taken. En als je dan kijkt rechtsonder de foto, dan zie je hoe smal de flexibele doorhangende spoorstructuur is. Want de bril is breder als zo'n baan. En aan zo'n kabel hangt een wagon en die kan daar heel goed hebben, omdat in die rails zitten die kabels die getwist zijn. En die zijn heel sterk, want je moet het bekijken zoals bij ons de bruggen, bij heel veel bruggen zie je dat ook, dat bruggen voortaan aan kabels hangen. En dat is sterker dan hoe ze het vroeger maakten en natuurlijk ook weer milieuvriendelijker en minder materiaal wat er gebruikt gaat worden. En linksonder zie je een echte foto van de beurs in de Innotrans in Berlijn. Daar stond een rail opgesteld. Maar alvorens ze de markt kunnen betreden, dan moet elk voertuig
aan verschillende tests onderworpen zijn. Want men mag niet zomaar mensen gaan vervoeren. En wat is het doel daarvan? Dat bij die test gaan ze kijken naar de stijfheid, maar ook de flexibiliteit van de transportbelasting. Het is ook afhankelijk van temperatuurimpact en ze berekenen de krachten van het spanningsbereik. En ze kijken naar de duurzaamheid van de flexibele rail, want door de roestvorming of zo, wat er iets kan gebeuren. Maar ze kijken ook naar alle andere dingen, zoals de pilaar waar het op hangt en alles meer. Alles van station naar station en het vervoer van via de rails, dat wordt allemaal bekeken alvorens een goedkeuring gegeven gaat worden. Er zijn veel verschillende certificaten en patenten en onderscheidingen afgegeven. En vooral patenten zijn heel belangrijk, want zoals iedereen weet, een patent is ervoor om de concurrentie niet hetzelfde na te laten maken. Dat wil zeggen dat het bedrijf zijn ontwikkelingskosten terug kan verdienen. En hier zie je linksonder dat formulier, dat is een bevestiging dat Jeninski Stringtechnologie een van de experts was in een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Dat was al in 2019. Dus zolang wordt het echt al door de officiële instanties goedgekeurd. En rechtsonder, daar zie je ook dat het voor de Europese Unie een goedkeuring is in Brussel op 16/2/2018. Dus nog eerder. Dus dat wil heel erg goed zeggen dat het bedrijf door veel grote partijen geaccepteerd wordt. En ze waren op 16 februari ook een van de, waren ze lid geworden van een internationale organisatie, de UITP. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit 96 landen. Moet je nagaan, uit 96 landen en 1400 transportbedrijven. Dan zijn er weinig transportbedrijven per land die hier toegelaten worden. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar hoe zit het dan? Ik snap er niks van, dit kan niet. Nou, wil je dat weten en ben je wat technisch aangelegd, dan is er een speciale website waar je kunt gaan kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Maar mensen die zeggen, ja, al die techniek, daar ken ik helemaal niks van. Nou, die kunnen naar een andere website en dan wordt het alles goed begrijpbare taal omschreven. Dit zijn de verschillende modellen die hier te zien zijn, of die ontwikkeld zijn. En dan, als je dan kijkt, dan zie je links de passagiersmodellen van 2 tot 25 personen. Maar die begon van 25 personen kan men met tussencompartimenten uitbreiden naar grotere aantallen. En als je dan de rechterrij bekijkt, de allerbovenste, dat is de High Speed Unibus, de U-Flash voor de Verenigde Arabische Emiraten. En die kan meer dan 500 km per uur halen. Links waren alle wagons die haalden een snelheid van 150 km per uur. De tweede van boven aan de rechterkant, die hebben we al langer gezien, zoals het blauwe plaatje laat zien. Die is ontwikkeld en die hebben we in 2019 ook al gezien in het park in Belarus destijds. En een afgeleide daarvan zijn de twee onderste. En die zijn speciaal ontwikkeld voor een bepaald land die het vervoer wil gaan hebben. Maar die zegt, wij willen niet die super luxe uitvoering. Wij willen een vereenvoudigde uitvoering, een lichtgewicht materiaal. Zodat wij gewoon veel mensen kunnen vervoeren. En dat er gewoon die luxe is voor ons niet nodig. Het moet gewoon een goed, stevig, fijn model zijn waar mensen mee kunnen gaan reizen. Dus dat is sinds kort hebben wij die foto. Daar heb ik straks nog een grotere foto van, dus dat is beter. Het is het meest milieuvriendelijke vervoer. Het heeft bijna geen impact op de natuur. En er zullen geen verkeersongevallen plaatsvinden. Als je dan kijkt naar het plaatje, tweede van boven links, het containervervoer. Het containervervoer wordt al getest in de Verenigde Arabische Emiraten in warm klimaat. Heeft men inmiddels de goedkeuringen voor. Maar dit moet nu nog getest worden met grotere containers. Want er zijn natuurlijk veel meer grotere containers. En die wordt straks getest op de grote baan van 2,5 kilometer lang, waar ik zo meteen ook heel veel foto's van heb, hoe ver dat ze zijn met het bouwen ervan. In januari verwachten ze het klaar te hebben en dan kan men beginnen te testen. En men zal een jaar lang moeten testen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, om verschillende data te kunnen gaan krijgen op de temperaturen van warm en naar koud overgaan, van de nachttemperatuur in de warm klimaat naar de hele hete, tot misschien wel plus 55, plus 60.
Dan moeten ze allemaal tegen kunnen, moet allemaal goedgekeurd worden. Er mag geen foutje ergens in zitten. En dan, als dat allemaal goedgekeurd is, dan krijgt men een certificaat. De twee onderste linkerplaatjes, dat is de transportband. En die kan men al aanleggen vanaf 4 miljoen per kilometer. Het ligt er een beetje aan hoe de ondergrond is en waar men moet bouwen, of dat het per kilometer wat duurder gaat worden. Er zijn dus verschillende mogelijkheden van transport die ze kunnen gaan ontwikkelen voor bedrijven. En als men een ander model wil, dan gaat men dat ook ontwikkelen als ze weten dat daar gebouwd kan worden. Hier zie je het plaatje wat groter, dan zie je hoe zo'n transportband werkt. De materialen worden ergens in een mijn opgegraven of gedaan. En dan gaan ze op een transportband naar de plaats van bestemming waar ze verder uitgewerkt gaat worden om er iets van te maken. Nou zijn er twee prioriteitsrichtingen en dat is personenvervoer en containervervoer. En hier zie je het kantoor. Kantoor links, rechtsonder, dat is het allereerste kantoor, de blauwe. En bij dat blauwe zie je achterin op het plaatje een stukje wit. Dat was hun allereerste echte kantoor. Het blauwe is de fabriekshal en dat andere was het eerste kantoor. Daarna hebben ze nou een tussenkantoor gehad en nu is het kantoor daar rechtsboven. Hebben ze sinds een jaar zijn ze dat betrokken. Dat is helemaal ingericht voor de personeelsleden van Uniske Stringtechnologie. Ze hebben op dit moment meer dan 1000 mensen personeel, waarvan 700 hooggekwalificeerde specialisten van ingenieurs. Het zijn verschillende afdelingen, 80. En de totale oppervlakte aan kantoor- en productiecapaciteit is op dit moment 10.000 vierkante meter. Heel veel al voor een beginnend bedrijf. In 2015 zijn ze begonnen. En toen kregen ze een stuk grond, een oud militair vervuild terrein. Omdat Anatoly Jeninski zei dat hij de grond ook kon verbeteren. Zeiden ze, hebben ze natuurlijk gedacht van nou dan is dit een heel mooi project voor jou. En hier zijn ze begonnen. Hier zie je hoe ze zijn gaan bouwen. Kijk, daar helemaal achterin ligt de vijver. En zometeen heb ik een plaatje, komt nu, van hoe het in 2019 eruit zag. Dan zie je dat er helemaal een ontwikkeling is gedaan al naar de vijver. Maar achter de vijver, vanaf de andere kant, vanaf de vijver, deze kant heen kijken, dat hebben we bijna nooit kunnen zien. Ik heb zometeen ook een plaatje daarvan. Dan zie je dat er achter bij die vijver inmiddels heel veel ontwikkeld is voor een vakantiepark, voor mensen die heel graag willen vissen. Daar is die vijver is helemaal ontwikkeld voor mensen die in alle rust willen gaan vissen. Er zitten hele grote vissen blijkbaar in. Dat is deze. Onderin zie je de huisjes rechts en links zie je de vijver. En dan linksboven ook nog een vijver. Rechts zie je iemand die daar met die vis bezig is. Dit is helemaal ontwikkeld met huisjes, zelfvoorzienend. En daar loopt ook een baan naartoe. En ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien. Even kijken of ik het hier op kan zetten. Nee, dat kan ik zo even niet. Maar als je bij de vijver kijkt, en dan zie je rechts boven de vijver, zie je een driehoekpilaar. Dat is een in aanbouw zijnde nog baan waar mensen, particulieren, kunnen reizen van naar de huisjes toe, is ongeveer 1125 meter. En die wordt buiten het park aangelegd. Dat is het eerste commerciële traject wat ze gaan bouwen en waar mensen mee kunnen gaan reizen. Om hier bij de huisjes te komen. Dus dat is wel heel mooi. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar als die wagon zo hoog in de lucht hangt en er gebeurt iets en je gaat niet meer verder, wat dan? Nou, geen probleem. Want als je rechts op het plaatje rechtsonder ziet, dan zie je aan de voor- en de achterkant uitsteeksels uit de wagon. En die uitsteeksels die zijn ervoor om een aan te koppelen. Zoals wij een trekhaak op een auto hebben, zo zijn dit een soort trekhaken. Gaat er iets gebeuren met de wagon die niet verder kan, kan hij door de volgende aangekoppeld worden en naar het volgende station gebracht worden. En zou er echt niet kunnen, zou er echt heel snel iets aan de hand zijn, iets geks of zo. Zit er altijd nog ontsnappingsmateriaal in met een soort touwladder, waar mensen zo uit de wagon kunnen klimmen. Maar dat is niet nodig. Als je dan bij het rechter plaatje kijkt, rechtsonder, dan zie je boven de rail ook een soort iets die blaast de rails schoon. Elke wagon die over de rails gaat, die zorgt weer dat rails schoon geblazen worden. Zoals wij blaadjes op het spoor. Kan hier nooit blaadjes of stof of wat dan ook boven op die rails zitten. Dat wordt ook getest als een rail heel goed schoon kan blijven, dat de wagons kunnen blijven rijden. Maar elke wagon zorgt dus weer ook dat er schoongemaakt wordt. Dan gaan we nu naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dan zie je onderin Abu Dhabi. Dan heb je Dubai en het groene erboven is Sharjah.
In Dubai, daar hebben we een project wat gebouwd gaat worden. In Sharjah, daar is het Ecotechnopark. Het is helemaal samen de Verenigde Arabische Emiraten, maar ze hebben eigenlijk een soort provincies. En Sharjah is de plaats waar het Ecotechnopark staat. Maar de sheiks die hadden dit pas gezien in april 2018. Toen was er daar een beurs en toen zagen ze voor de eerste keer zo'n wagon staan. En dat vonden ze toch wel heel apart en heel geweldig. Ze zijn in gesprek gegaan met Anatoly Yeninsky en in september 2018 hebben ze al een handtekening gezet onder een goedkeuringsverdrag dat ze een stuk grond kregen in Sharjah en dat Yeninsky daar mocht gaan bouwen om te ontwikkelen om ook in warm klimaat dit systeem te kunnen bouwen, want het is heel moeilijk om daar te bouwen. En zij wilden heel graag dat er daar een manier van vervoer was, wat eventueel handiger en goedkoper, maar ook luxer en sneller was. En toen hebben ze een stuk grond gekregen, daar zijn ze naartoe gegaan, zoals je rechts het onderste plaatje ziet. Dan zie je daar een aantal mensen staan, een aantal auto's zie je mensen staan. En die hebben, zie je bij het middelste plaatje, die hebben officieel geopend dat Anatoly Yeninsky hier mocht gaan bouwen. Dus die zagen de potentie toen al. En dit is het park. Dit was het allereerste project. Achterin zie je het station staan. En dan vanaf het station naar de eerste pilaar is 100 meter. Tussen deze twee pilaren in is 200 meter. En daarna weer 100 meter naar het volgende station. Dit is een traject van 400 meter. Hebben ze heel kort gemaakt om heel snel te kunnen gaan testen. Toen het station nog niet klaar was, maar men wel kon gaan testen, is men dan meteen begonnen om zo snel mogelijk overal data van te kunnen krijgen, om goedkeuring te krijgen. En inmiddels is er over dit traject ook alle goedkeuring hebben ze daarvoor. Inmiddels is er meer gebouwd, zoals je hier ziet. Linksboven het eerste plaatje, dat is het eco-huis met de rotonde ervoor. En de middelste twee plaatjes, het bovenste is een mooie aanleg toen ze de tuin gingen aanleggen. En onderin in het midden zie je hoe groot dat de planten nu inmiddels al zijn geworden. En rechtsonder zie je de aanbouw nog van stations. En bovenin zijn mensen uit Vietnam. Die waren op bezoek daar en die hebben bovenop het ecohuis gestaan om over het park te kunnen kijken. Hier nog een aantal plaatjes waarin het grootste plaatje is in het station. Het is heel luxe hier in de Verenigde Arabische Emiraten. En lopen er alles lichter en daar kun je ook in de hele luxe wagons, zijn echt heel luxe. Rechtsboven zie je de aanleg van de bekabeling die ze nu aan het bouwen zijn en die ze in januari hopen af te hebben. Hier zie je nog een aantal plaatjes. Er zijn drie bouwbedrijven zijn er aan het werk. De namen staan er linksboven. En ze hebben gezegd, eind dit jaar, begin volgend jaar, moet het klaar zijn en moeten ze kunnen gaan testen. Maar kijk eens wat voor bekabeling dat er is. Dit wordt ook echt de vierkante de pilaren, zie je. De vierkante pilaren, die staan 288 meter van elkaar. En rechts op het plaatje naast die mensen zie je ronde pilaren. En die komen 50 meter van elkaar. Dat is voor het passagiersvervoer, maar deze is voor de zware containers, om die te gaan testen. En daar zijn ze als eerste mee begonnen voor de zware containers. En daarna gaat ook ik denk dat ze er ook al mee bezig zijn, ik zie er ook iets in de rechtlijn staan. Maar ze zijn in ieder geval, deze twee worden zo snel mogelijk nou gemaakt om alles verder te kunnen gaan testen. Hier nog een aantal plaatjes en hier zie je vanaf de universiteit, kijk je zo over het park heen, zie je al die pilaren staan. En links vooraan zie je op het grote plaatje, zie je een toegangshokje. Van een beveiliger die er staat, zodat ze mensen ook kunnen controleren die het park inkomen. Hier nog een aantal foto's die nu pas allemaal vrijgegeven zijn. Dat ze aan het bouwen zijn. Hier ook. En dan linksonder zie je de sheiks. En de sheiks kijken naar maquetten. En waar de pijl staat, anders kun je het niet goed zien, daar is een rail van vervoer zoals Anatoly Yeninsky wil. En het rechterplaatje heb ik vandaag gekregen. Dat is de bouw van de rails, dat ze naar boven toe aan het vastzetten zijn, zo te zien. Dus zie je echt van het station links op het plaatje, is hij echt al helemaal recht en strak getrokken. En zal het weldra klaar zijn, verwacht ik. Anatoly Yeninsky gaf ook een interview aan Emirati TV. En hij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen over de technologie en de resultaten van 4 jaar natransport in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was best wel mooi. En in de stad Sharjah wordt een wereldwijde basis gecreëerd hiervoor. Ik ben er inmiddels mee eens kijken. Het is ook echt heel mooi om te zien.
Ze kunnen daar ook van alles wat er natuurlijk onderzocht. En zoals het station onderhoud, ketting, rail, viaducten, geautomatiseerd systeembeheer, maar ook nutsvoorzieningen en andere bouwproblemen zijn opgelost. Er zijn heel veel dingen waar men rekening mee moet houden. Als Elon Musk een Tesla bouwt, hoeft hij alleen maar een auto te bouwen die het goed doet. Hij hoeft niet de weg aan te leggen van A naar B en alle andere dingen meer, zoals de infrastructuur, wat hier nog allemaal aangelegd moet worden. Dus dan begrijp je wel dat er heel veel aangelegd moet worden, heel veel getest, en niet alleen even een wagonnetje maken die je ergens in de rail kunt hangen, want zo is het dus echt niet. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Anatol Juninski met zijn Juninski String Technologie onderhoud overhead transportsystemen. En in het voorjaar, dit voorjaar van 2022, konden ze de overgang aan naar die van die test- en certificeringsfase naar een serieproductie en open commerciële verkoop. En dan zie je linksonder die man, die zit in een soort computercentrum zit hij. En hij kan daar in de stations, maar ook in de wagons. En overal kan hij controle houden, kijken. Maar hij kan ook communiceren met de mensen in het station of eventueel in de wagons. Dit is in de fabriek. Rechts boven elkaar zie je twee plaatjes van de bouw van de U-Flash. Die tot 600 km per uur kan. Links is het model, wat ik er straks zei, wat vereenvoudigd, goedkoper gemaakt is, zodat mensen een goedkoper kaartje hoeven te kopen. En die is inmiddels vervoerd naar het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. En die wordt daar nu ook getest voor warm klimaat. Hij is voor koud klimaat al getest en nu voor warm klimaat. En hier zie je tussen de twee mannen, tussen die duimen, zie je een auto. En dat is de toegangsweg naar het ecohuis op het park. Daar zijn wij ook destijds gereden. Het bord staat er echt aangegeven, hier moet je afdraaien, de uitvoerstrook komt eraan. En dan zeggen veel mensen, ja, maar hoe zit het dan? Want links zie je Anatol Juninski staan. Hoe zit het met hem? Als hij er straks niet meer is, heeft hij voor opvolging gezorgd of stopt dan alles? Of hoe zit het? Nou, rechts naast hem zie je zijn zoon staan. En let maar op alle foto's die ooit langskomen. De man met het charretels, hij heeft altijd charretels aan, dat is zijn zoon. Alleen dat wordt niet bekendgemaakt. Er wordt nooit gezegd van wie het is of wie er staat. Maar inmiddels ben ik erachter dat dat zijn zoon is. Dus dat is ook wel heel mooi om te zien. En om te weten. Dit zijn de certificeringen voor warm klimaat. Waar ze allemaal aan moeten voldoen. En dat vooral de spoorconstructie, het elektrische vervoer, anker en tussensteun. Had ik nog niet gezegd. En het reizigersstation. Als het geslaagd is, de certificering, en dat is inmiddels, dan wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het zal dus de besluitvormingsproces voor alle landen over heel de wereld vereenvoudigen, want die hoeven zelf die testen niet meer te doen. Dit is een bedrijf wat dat speciaal test over heel de wereld. En Juninski String Technologie is dus nu geschikt om de wereldmarkt te betreden, maar hij heeft dus al verschillende afspraken en handtekeningen zijn er gezet. Er mag alleen nog niet verteld worden welke landen, want de landen moeten er eerst zelf mee voor naar buiten komen. Zo is de afspraak, dat is een geheimhouding. Landen willen niet altijd dat het al naar buiten gebracht wordt. Maar het land het zelf naar buiten gebracht heeft, dan mogen wij en Juninski String Technologie mogen het dan ook. Ik heb er dadelijk twee in een stukje verder nog waar ik het kan laten zien welke het al naar buiten hebben gebracht. Maar inmiddels zijn er wel gesprekken geweest met autoriteiten uit Abu Dhabi, Dubai en Sharjah. Maar ook uit buurlanden, zoals Egypte, Saudi-Arabië en Kuwait. Dat is wel heel leuk om te horen hoor. En Juninski heeft meegedaan aan de aanbesteding van het transport in Dubai. Daar hebben we het al heel lang over gehad en we hadden nooit uitsluiting gekregen. Want hij zei toen destijds, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt U-Sky de beste oplossing voor Dubai. Maar het is aan de autoriteiten van Dubai om te beslissen. En inmiddels weten we dat de aanbesteding is gewonnen door Juninski. Dus hij mag daar gaan bouwen. En die foto die je daarnet zag waar ze bij die maquette waren, is denk ik ook een van de foto's dat ze het hebben kunnen laten naar buiten kunnen brengen van kijk, hier komt het zo tussen. Maar ik kan van die foto niet meer zien. Ik heb er nog geen informatie verder bij gekregen. Ik heb alleen de foto gekregen, dus ik dacht ik laat hem alvast maar zien. Maar de informatie zullen we waarschijnlijk volgend jaar wel krijgen. Naast deze aanbesteding waren er veel meer landen die de aanbestedingen proberen te winnen.
En er viel er heel veel af, maar er bleven er 5 over. Waarvan China, de VS, Israël, Frankrijk en Chinese stringtechnologie betrokken waren bij die competitie. En dan is het heel fijn dat we toch gewonnen hebben. En het is niet zomaar van, oh, dan winnen we wel. Want China, die bouwt meestal, die zegt wij betalen. En als het werkt en het is goed, dan mogen jullie mij terugbetalen. En nu moeten de landen moeten wel betalen. Dat doet wij. Chinese betaalt niks van tevoren. Ze moeten betalen en dan gaat hij werken. Dat is wel een ander verhaal. En dan gaan we nu even naar Dubai. En Dubai heb ik ook plaatjes gekregen van een traject, wat ze ook aan het berekenen zijn, van vliegveld naar vliegveld. En allebei de vliegvelden ook naar de haven in de Emiraten. Meer is er niet over gezegd. Er wordt ook niet meer over gesproken. Deze heb ik al een 3/4 jaar geleden gekregen, dit plaatje. Nu zeggen ze, ze maken alleen maar bekend wat er in Dubai gebouwd gaat worden. De andere projecten die ze daar ook naar bouwen, er gaat niks van naar buiten gebracht worden totdat het klaar is. Dus we zullen voorlopig alle andere dingen niet horen. Dan weet je dat. Mensen zeggen dikwijls, ja, we horen niks, het schiet helemaal niet op, er gebeurt helemaal niks. Achter de schermen gebeurt heel veel, maar je weet als bedrijf, de concurrentie moet je niet belangrijker maken en niet meer informatie geven als nodig is. Want er zitten altijd kapers op de kust. Dit is Oleg Saradetsky. En hij laat zien waar de toekomstige stopplaatsen zijn als het in Dubai gebouwd gaat worden. Het is wel heel leuk om te zien. Wat zijn de voordelen? Nou, zoals het je op het plaatje ziet, dat zal straks niet meer gebeuren. Ook de bedrijfskosten worden veel minder dan het normale spoorvervoer wat er gebouwd moet worden. Logistieke problemen zullen dus opgelost worden. En ook later lostijden gaan veel vlugger, die worden veel verkort. Er is bijna geen grond nodig, want kijk eens rechts onder op het plaatje. Tussen 2 snelwegen in, de groenstrook kan gebruikt worden om een pilaar te zetten. En dan kan daar gebouwd worden. Dus er is ook geen extra dingen nodig om vergunningen te krijgen, om ergens grond te krijgen naast snelwegen om daar uit te breiden. Nee, men kan gewoon de snelweg waar al gebouwd is, daar kan men het vervoer bovenin laten gaan en dan komen er minder auto's op de weg. Dus ze hebben niet veel grondwerving nodig, of bijna niks, en ook geen dure terminals. Waardoor wordt het nog meer onderscheiden? Nou, de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en in het vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen van min 60 tot ongeveer plus 60. Bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat het milieuvriendelijkheid betreft, is deze verhoogde route goed voor de dierenleven en voor de planten op de grond. Want dieren worden niet meer platgereden. En hier zie je grote kangoeroes staan, maar wat denk je wel van kleinere dieren? Die kunnen allemaal heel rustig oversteken zonder bang hoeven te zijn voor hun leven. Er wordt dus ook geen vruchtbare grond vernietigd en de vegetatie die erop groeit, die bandensporen, zullen ook veel minder worden. En heel belangrijk, trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. De belangrijkste hoge snelheidstransportsystemen zijn vooral de kosten. Als je dan kijkt in Europa, bedragen de gemiddelde kosten voor een aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En dan het jaarlijks onderhoud kost nog eens 100.000 per kilometer. Ga na hoeveel transportwegen er zijn. Als je dan kijkt dat die 30 miljoen per kilometer kosten. En dan ook het onderhoud jaarlijks, wat er veel bij komt kijken. Dat is bij ons straks niet. Als je dan kijkt, de Hyperloop wordt nu al geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. Maar het is nog in de conceptfase en we weten allemaal dat het altijd duurder wordt, nooit goedkoper. Dus dat is ook al heel veel. En wat zal het onderhoud zijn? En een kilometer metro die kan zelfs oplopen tot 150 miljoen. Als je dan kijkt naar hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport van Chinese stringtechnologie, dan zal de gemiddelde prijs ongeveer 10 miljoen zijn, want de bouwkosten zullen tussen de 1 en de 15 miljoen per kilometer kosten. Maar het onderhoud is amper. Het is helemaal bijna geen onderhoud, dus dat is heel makkelijk. In Chinese stringtechnologie gaat de hele industrie dus fundamenteel echt veranderen. Zijn samenwerking met partners van de beste bedrijven over de wereld. Daar ben ik heel blij om te kunnen vertellen dat we ook een Belgisch bedrijf hebben, onze buren. En die leveren de bekabeling. Alle bekabeling, het is een heel groot bedrijf wat in bijna alle landen van de helft van de landen van de wereld een fabriek heeft. En die kunnen alle kabels leveren voor de bouw van overal alle
lijnen die gebouwd gaan worden. Dus dat is wel heel mooi. Even terug, want hier zie je dus links onder op plaatje dat in de woestijn de bekabeling al ligt, die nu gebouwd gaat worden, gehangen wordt in de rails, wat ik daar straks liet zien. Maar hier zie je de grond, steentjes op de grond, dit is in Belarus. Daar lag ook de bekabeling. En ik werk veel samen met deze man, die heeft de foto's gemaakt. Als je ziet die bekabeling, elk kaartje op die bekabeling ziet er zo uit. En dan zie je daar Juninske Stringtechnologie staan en links ook Bekaert. Dat de firma Bekaert de bekabeling levert aan Juninske Stringtechnologie. En op elke rol hangt zo'n kaartje. Dit is echt van de firma Bekaert. En Belgische mensen die ik spreek en waar ik dit aan vertel, die hebben echt zoiets van, wauw, als Bekaert levert, dan moet het wel een goed bedrijf zijn. Nou, hier zie je een foto nog van de start van de bouw van de rails, die daar gebouwd werden. En links de pijl daaronder, daar zie je, als je goed kijkt, de rollenkabels liggen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar het duurt zo lang. Wanneer is er nou eindelijk eens iets aan de hand dat wij geld kunnen krijgen? Nou, we moeten een bedrijf goed op laten bouwen. Als een bedrijf niet goed opbouwt, dan kunnen we het vergeten. En als je dan kijkt wat Juninske Stringtechnologie heeft gedaan in de afgelopen jaren. In 2015 kregen ze een stuk grond in Belarus. In 2016 hadden ze een eerste model klaar om te gaan testen. In 2017 hadden ze er twee meer bij. Hadden ze in totaal drie verschillende modellen. In 2018 hebben de Sheikhs het gezien, handtekening gezet en in 2019 was het eerste traject van 400 meter klaar om te gaan testen. Begin 2020, eind 2019, begin 2020 is de Uniflash erbij gekomen en die is voor 6 personen en die kan tot 600 km per uur. En tijdens de pandemie in 2021 zijn ze gaan testen met de Unicont, het containervervoer. Dus ze hebben echt niet stilgezeten. Ook tijdens de pandemie hebben ze door kunnen werken. En dat zag een verslaggever. En de verslaggever die kreeg het te horen van iemand. En die geloofde het ook niet zo goed. En die is afspraak gemaakt om daar te gaan kijken. Die heeft er een filmpje van gemaakt. Die vroeg ook dat je in een wagon mee mocht rijden. Nou, dat mocht. En toen heeft hij daar verslag van gedaan. En toen dat bekendgemaakt werd, namen alle anderen de nieuwszenders namen het over. Zoals CNN en Fox News, maar ook vele anderen. En dat was echt wel eventjes heel leuk om te horen. Maar rechtsonder zie je ook een plaatje van het weekblad Construction Week. En die hebben ook hun aandacht gespendeerd. En die hebben zelfs niet alleen het buitenblad, maar ook het binnenblad verschillende pagina's gewijd aan uitleg hoe dit systeem werkt. Nou, om daarin te komen met een klein stukje is al heel belangrijk. Maar hier zoveel pagina's eraan wijden, dan heb je echt een uniek iets gekregen. Maar dan zei de mediabureau Construction Today, die vertelde dus, het ingenieursbureau Juninske Stringtechnologie gaat de passagierssegment in de praktijk brengen, terwijl Vizing Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Want de Hyperloop is natuurlijk wel een heel belangrijk iets. Nou zijn er ook universiteiten die met de Hyperloop bezig zijn, maar het bedrijf Vizing Hyperloop was de eerste. Die heeft geen patent aangevraagd, en die heeft gezorgd dat iedereen zijn uitvinding mocht gebruiken. Zodat ze straks ook wereldwijd in alle landen waar ontwikkelingen daarover gingen gebeuren, dat die allemaal aan elkaar aan konden sluiten. Dat je zo toch een wereldwijd netwerk kreeg. Maar zij zijn dus gaan stoppen. Want ze konden eraan dat ze vaak hun passagierscapsule gingen bouwen in zeer lage drukbuizen en die konden versnellen tot 1000 km per uur. Media was er eerst wel enthousiast over, maar kregen toch ook wel hun twijfels. En later schreven ze dat Vizing Hyperloop niet zo lang geleden bekend heeft gemaakt dat ze officieel het personenvervoer gingen loslaten, dus mee stoppen. Niet de industrie, maar wel het personenvervoer, want dat was toch moeilijk houdbaar. En de Financial Times meldde dat. Maar voor Juninske Stringtechnologie is COVID geen belemmering geweest. En het blad Work Construction Today schreef daar ook over. En ze begrepen dat de pandemie ook de activiteiten voor Juninske Stringtechnologie ernstig bemoeilijkt moeten hebben. Maar dat ze toch doorgingen, ondanks die lastige omstandigheden.
En ze schrijven op basis van de manier waarop je Niske Stringtechnologie het passagierssegment implementeert, want het is wel anders dan Starloop, lijkt het erop dat het transport- en infrastructuurcomplex van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kan zijn dan het overschatte project van Vissing Hyperloop. En dat schrijft zo'n gerenommeerd blad. Nou, dat is heel erg leuk voor ons om te lezen. En ze schrijven in Niske Stringtechnologie dan ook dat het alternatief transport ontwikkelt en dat het vorig jaar een certificaat heeft ontvangen van conformiteit met de veiligingseisen. En door de organisatie TÜV SW. En dat is die wereldwijde organisatie die goedkeuringen daarvoor heeft. Dus dat is heel mooi. En kort na de publicatie kondigde de SkyWorld Community de start van de commerciële projecten aan. Wij mogen het dan pas aankondigen. Dus dat hebben wij toen al kunnen doen. En gesprekken met testritten met delegaties uit verschillende landen zijn er geweest. En die hebben ook allemaal proefritten gemaakt. Onder andere uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En dat Koninkrijk Lesotho, dat hebben wij gezien. De koning en koningin die kwamen daar op bezoek tijdens ons bezoek aan het Technopark. En wij mochten daar in een wagon mee rijden, maar we moesten wachten. Want ineens kwam daar een hele delegatie gepantserde auto's aan. En er kwamen de koning en koningin uit. Dat wisten we toen natuurlijk nog niet. Wij vonden het al heel raar dat die mensen tussendoor kwamen. Weken later werd het bericht naar buiten gebracht dat de koning en koningin van Lesotho waren geweest. En die wilden dus een traject bouwen. Nou, en toen drong het tot ons door. Hey, die hebben wij gezien. Straks heb ik een foto van, dan kun je het ook zien. En delegaties uit de volgende landen weten we zeker van dat die in gesprek zijn met Niske Stringtechnologie. Er zijn Egypte, Saudi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Brazilië, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. Ik heb er straks ook plaatjes van. Dat ze echt daar geweest zijn, maar die zijn ook echt in gesprek. In het Ecohuis, daar heeft men... Niet zoals op de World Expo dachten wij toen dat dit gebouwd zou worden, maar ze hebben dit gebouwd in het Ecohuis. En vanuit de World Expo mochten landen alleen maar hun algemeen zich presenteren als land en niet als bedrijf. Dus er mochten geen vertegenwoordigers van landen staan om hun bedrijf te promoten. En wat heeft Niske Stringtechnologie gedaan? Is een van de weinigen konden hun in het Ecohuis hun stand in feite opbouwen. En dat is dit. En dan zie je hier dat bovenin, bij de bovenste pijl, in de lucht hangt een doorhangende spoorstructuur wat een wagon op en neer gaat. En met de groene pijl, daar zie je de spoorstructuur die vanuit een torenflat naar een andere torenflat gaat, van A naar B kan reizen. Maar hier zie je een dubbele high-speed unibus. En dat heb ik nog niet gezien. Dat is heel apart. En als je ook kijkt, het hele kleine plaatje daar... Naast de grote. Dat heb ik ooit gevraagd, wat is dat? Aan een van de leiders van de Cyber Community. Kreeg nog geen antwoord. Maar toen ik daar was, toen was het me duidelijk. Als je tussen die rails kijkt, zie je daar een ronde buis. En die ronde buis, dat is de binnenkant, het kleine plaatje is aan de binnenkant in die ronde buis. Ze wilden het niet graag zeggen toen, maar ze hebben het wel gezegd toen ik het vroeg. En die dubbele wagons, daar heb ik ook tekeningen van. Die heb ik denk ik hierna, ja. En verder weet ik er niks van. Ze hebben er patent op gekregen op 5 mei 2020. Dus er wordt achter de schermen wordt hier ook aan gebouwd. Verder weet ik er niks van. Deze informatie heb ik gekregen, dus hier moet je het ook mee doen. Maar dan zie je dat er achter de schermen veel en veel meer gebeurt als wat maar naar buiten gebracht wordt. En dat is natuurlijk allemaal voor de veiligheid om een bedrijf gewoon goed geld te kunnen laten verdienen straks. En dan moet er nu natuurlijk niet alles meteen naar buiten gebracht worden. Hier een aantal delegaties die geweest zijn. Dit is de delegatie van Zwitserland, dus ook een Europees land dus. En hier uit India, die zijn weg geweest, maar die zijn inmiddels weer terug. Want ze zochten toch wel naar betrouwbare partners. En ze vinden het vervoer van Niske Stringtechnologie heel geweldig. En zeker ook omdat het tot maximale bedrijfstemperaturen kan van boven de 55 graden. Dus dat is gewoon heel fijn voor India. Hier nog een aantal plaatjes. Rechts zie je dat ze ook in gesprek zijn en dat ze hier kijken en uitleg krijgen hoe het allemaal werkt. En hier is de prinses van de Filipijnen. Die staat ook in het centrum in het Ecopark. Ze heeft waarschijnlijk al een reisje gemaakt, want je maakt eerst een ritje met de wagon van A naar B, van de ene station naar het andere. En dan krijg je een toestemming om hier te gaan kijken
waar techneuten zitten om alles in de gaten te houden, dat alles goed blijft gaan. En hier is de Republiek Paraguay, die op bezoek zijn en ook een ritje maken, zoals je ziet in de wagon. En hier mensen van Brazilië, maar dit zijn inmiddels al overheidsfunctionarissen, burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Denk even na, waarom komen er ondernemers uit Brazilië kijken? Is dat nodig? Denk het wel. Hier uit Vietnam. Sorry, en daar is een speciale groep opgericht. De rechtste plaatje, die Vietnams net. En dat is speciaal voor in Vietnam, om daar de belangrijke organisatorische en juridische kwesties met betrekking tot toekomstige werkzaamheden voor te bereiden. Om dat te kunnen gaan bouwen. Dus dat is wel heel belangrijk. Zie je, er wordt veel mee gedaan. Korea is er ook al geweest. Ja, en ook besprekingen zoals je ziet op het linker plaatje. Rechts zie je ze ook weer rechts onder en boven in het Ecohuis en in het centrum met de computers. El Salvador is geweest. Rwanda, de ambassadeur. En met een, samen met iemand van het departement. Een dame uit Kirzingen. Dan denk je, ja, een dame uit Kirzingen. Maar hier zie je Anatoly Janinski bij. En als je Anatoly Janinski op foto's erbij ziet met bedrijven, dan wil dat zeggen dat ze heel ver zijn in de gesprekken, want anders komt Anatoly Janinski er niet bij. En zij is algemeen directeur van 2 transportbedrijven. Ga maar na, waarom transportbedrijven? Waarom wordt een algemeen directeur van transportbedrijven met alle ega's ontvangen? Dat is heel belangrijk om te weten. Als die komen, dan zijn gesprekken al heel ver, voordat ze het naar buiten brengen. Dit is een openbaar vervoerproject voor Rwanda. En specialisten en ingenieurs uit Rwanda gaan naar het station, teststation voor gedetailleerde kennismaking. En ze sturen afgevaardigden om te gaan kijken hoe het allemaal werkt. Dit zijn 2 verschillende modellen die ze willen hebben, maar dan in de vereenvoudigde vorm. Om daar te gaan laten rijden. De Oolite en de Unicar, die worden beschouwd als belangrijkste modellen. En hier zie je de foto's nog even in het groot. Dan zie je als je die mensen ziet lopen. Die zijn dan klein in verhouding tot de hele wagon. Het is echt een flinke wagon die daar voor hun gebouwd is. Waar heel veel mee vervoerd kan worden natuurlijk. Er kan meer in dan alleen maar mensen. Hogere modellen waarschijnlijk ook. Dat de bedoeling is. En hier is de koningin van Lesotho. Met de jurk aan is de koningin. En met die blauwe rode jurk is de koningin. En met de blauwe jurk is volgens mij een ander belangrijke iemand. En die waren dus op het testpark ten tijde dat wij er waren. En het middelste plaatje, dat is hun project, hun paviljoen op de World Expo. En Lesotho ligt in Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika is, die staat, ligt niet aan een zee, die heeft niet bij een haven. En daardoor hebben ze natuurlijk heel veel moeite om hun producten, landbouwproducten vooral, die een bederf onderhevig zijn, om die snel bij een haven te hebben. En doordat ze daar een traject kunnen gaan bouwen, zijn ze sneller bij een haven en zal het ook de landbouwsector heel erg kunnen ondersteunen. Maar het zal ook het inkomen van de mensen kunnen verhogen. Meer welvaart zal er kunnen komen. Dus zij willen dit wel hebben gaan bouwen. Er is ook getest voor het klimaatsysteem. Er is een speciaal microklimaatsysteem ontwikkeld. En die blijft ook bij plus 50 graden, blijft de temperatuur in de wagons tussen de 18 en 23 graden. En zelfs met geteste temperaturen van plus 55 graden wordt er dus heel goed. De luchtkwaliteit in de wagon blijft dan heel goed. Dus de frisse lucht die wordt gecompenseerd met de uitgeademde lucht. En in de Trans in Berlijn, daar is de wagon tentoongesteld en eigenlijk bekendgemaakt dat Chinese stringtechnologie gaat bouwen in Dubai. Dat is het hele verhaal hiervan. Ze gaan een route van ongeveer 15 kilometer bouwen in de Verenigde Arabische Emiraten, in de stad Dubai. En dat hebben ze onthuld op de Innotrans in Berlijn. En hier heb ik even een Nederlandse tekst bijgezet. Hun sturen een plaatje met de andere soort tekst. Maar hier schrijven ze dus ook wel hoeveel passagiers dat ze willen gaan vervoeren per uur. En waar de stations zijn, 21 stations. En hoe dat het allemaal verder is, futuristisch. En verbindt de meeste vitale gebieden in Dubai. Het gaat eigenlijk
15 kilometer in de stad is best veel, dus het gaat ook door Dubai heen. Dit zijn een aantal stations ervan. Dan zie je de bovenkant van stations is de mogelijkheid om eventueel een helikopter te laten landen. En hier bekendmaking van een traject in Nigeria. Dit is officieel naar buiten gebracht van het eiland Tinkan Island naar Laos, dat is 20 kilometer. En dat gaat 280 miljoen kosten. Dat is bekendgemaakt dat je Chinese stringtechnologie gaat bouwen. Hier zijn alle handtekeningen voor gezet en de berekeningen kunnen nu gemaakt worden. Dus ongeveer een jaar hebben ze berekeningen maken nodig en nog een jaar om te bouwen. Dus over 2 jaar kan het daar klaar zijn en kunnen mensen daarmee gaan reizen. Ook in Jakarta in Indonesië, daar hebben ze het ook bekendgemaakt, een handtekening gezet. Om in de nieuwe megapool van Jakarta, of de oude met zijn 11 miljoen inwoners, en de stadsdeel in de kust ligt regelmatig onder water. Ze liggen onder zeeniveau. En een van die districten wordt een testbaan aangelegd van ongeveer 8 kilometer. En die 8 kilometer doe je met de auto 25 minuten over, met de bus 50. Maar met Chinese stringtechnologie daar 3 minuten. En links onder die 3 plaatjes zie je dat ze handtekeningen zetten. En middels dat ze laten zien de handtekening gezet is. En dan worden ze gefeliciteerd en krijgen ze nog een oorkonde. Dat is allemaal heel erg mooi. En hier zie je de nieuwe stad. De nieuwe stad gaat ergens anders gebouwd worden. En die gaat nu Santara heten. En ja, zoals te zien zijn daar ook gesprekken. En er gaat boven het water zie je ook de nieuwe wagon, waar ik straks een groter plaatje van liet zien. Die zie je daar eigenlijk op tekening. En er is ook een tentoonstelling geweest van wegeninfrastructuur in Azerbeidzjan. En daar waren functionarissen van ministeries van transport, van communicatie en van high technologie en verschillende andere ministeries. En die waren heel erg geïnteresseerd in het traject van Chinese stringtechnologie. Maar er zijn er heel veel mensen die denken dat de financiële gevolgen met wat er gebeurt in Oost-Europa nadelig is voor ons, maar is helemaal niet. Want wij zitten met onze financiën totaal niet in Rusland of in Belarus. Wij zitten in andere landen. En dat is onder andere bij Vanuatu, bij Australië, maar ook bij Cyprus en bij de Cayman-eilanden. Dus dat zijn 3 verschillende plaatsen waar onze financiële geld zit. En ze zeggen, Skyward Community diversiteert alle financiële werk. In ons persoonlijke account zijn er verschillende betaalmogelijkheden, maar ook in geval van onvoorziene situaties. En dat is wel heel fijn. En omdat we met cryptocurrency ook kunnen werken, kun je overal over de hele wereld kunnen betalen. En dat wil zeggen dat ze financieel zijn ze nergens van afhankelijk. En dat is heel fijn voor ons om te weten. Hier heb ik nog een plaatje van de wereldkaart. En dan zie je hoe het netjes het verdeeld is over de wereld met de inkomstenstromen van Skyward Community. En de Verenigde Arabische Emiraten hebben goedkeuring gegeven voor crowdfunding. En de heerser van de Verenigde Arabische Emiraten heeft het helemaal goedgekeurd om alle nieuwe projecten te financieren via crowdfunding. Hij merkte op dat crowdfunding een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor zakelijke ideeën. Nou, dat is heel mooi, want die landen hebben het altijd verboden. We ondersteunen dus een bedrijf wat bijna haast niemand heeft. En als je dan rechts kijkt op het plaatje, dan zie je de rode lijn. En de rode lijn wil zeggen, de beveiliging in de wagon is ook nog eens zo gemaakt dat men registreert als een persoon te dichtbij komt. En dan stopt de wagon. En die wagon gaat achteruit als je naartoe loopt, maar als die persoon weer wegloopt, dan rijdt hij weer verder. Wel heel mooi om te zien. Er is een heel mooi filmpje van, maar dat kan ik nu niet laten zien. Er zijn 15 fases en we zitten nu in 14.3 en we gaan alleen nog naar fase 15 en die lijkt heel klein te worden. Die wordt niet in fases onderverdeeld. Dus mensen die nu nog een investering willen doen, die kunnen heel goed zichzelf hier een investering geven of een andere vertellen, want dit is voor elke persoon die hier een investering in doet, straks een heel mooi extra geldbedrag, wat ik denk dat heel veel mensen in de toekomst heel goed kunnen gebruiken. Met alle problemen die er nu zijn, heb je de mogelijkheid nog om hier een financiering in te doen, dan denk ik dat je voor de toekomst heel blij bent. Want als ze winstdeling uit gaan keren, en of dat er nou volgend jaar is of het jaar erop, of over 2 jaar moet ik zeggen, niet volgend jaar, want we zitten bijna in het nieuwe jaar, maar ik bedoel een jaar later. Over 2 jaar of 3 jaar, maakt niet uit. Het bedrijf moet zorgen dat ze de continuïteit hebben. En niet dat ze na een jaar weg zouden zijn. Dus laat ze rustig bouwen, laat ze alles goed opbouwen, dat ze het voor ons goed doen. Wij zitten hier wel af te wachten, we willen natuurlijk heel graag geld hebben, maar het bedrijf moet het goed doen.
En dan zitten we levenslang zitten wij gewoon allemaal goed. En dit, in 2016 toen ik begon, was het onzeker. Maar nu is het gewoon, als je ziet hoeveel dat er al gebouwd wordt, voor ons gewoon zeker dat er winstuitkering komt. We weten alleen niet wanneer, maar wij gaan hiervan profiteren. Maar waarom investeren mensen in U-Sky? Omdat het natuurlijk geen schadelijke stof in de atmosfeer uitstoot. Omdat het minder dan heel weinig grond nodig heeft. En dat het de natuur niet vernietigt. En veel belovende gebieden zijn in het Midden-Oosten en Azië. En natuurlijk ook waar de bevolkingsgroei heel erg groot is. Anders als in Europa. Nou zijn er officiële internetsites. Die zie je hier. En de rechts, vooral Juninski.com, dat is voor ons het fijnste. Kunnen we alles lezen onder nieuws. En dan zijn we heel goed op de hoogte van alles wat er gebeurt. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij altijd bellen of Earl. Wij zijn met z'n tweeën verantwoordelijk voor de mensen van Nederland om uitleg te geven. Dat doen we dan ook. En als er vragen zijn, u mag ons altijd bellen. Zijn we niet bereikbaar, dat kan als we ergens in gesprekken zijn natuurlijk of zo. Laat een bericht achter, schrijf weer iets in WhatsApp en wij bellen u terug. Dus nou, dat was voor mij voor deze avond de uitleg. De presentatie. Ik moest het laatste stukje heel snel doen, want ik zag dat ik in tijdnood kwam. Want om 8 uur dan sluit het af. Ik krijg maar een uurtje de tijd om de uitleg te geven. Dus ik hoop dat jullie toch een beetje hebben kunnen volgen en dat ik niet te snel heb gesproken. En dan wil ik jullie een fijne avond wensen. En als er vragen zijn, dan kunt u ons altijd bellen.